Er is weer een nieuw jaar begonnen. 2022 is begonnen. Maar het is belangrijk om dit jaar goed te beginnen, want een goed begin is het halve werk. Dus het is een goed moment om je af te vragen waar bouw jij dit jaar aan? Waar bouw jij aan in dit nieuwe jaar? God is heel duidelijk hierover. Hij wil dat we prioriteit geven, dat jij prioriteit geeft aan het bouwen van geestelijke zaken, aan het bouwen van de geestelijke dingen die hij als belangrijk aanwijst. Dat is wat je leven nodig heeft. Maar de keuze is aan jou. Waar gebruik jij dit jaar voor? Gebruik je het voor de dingen die God aangeeft? Of gebruik je het voor de dingen die jij wil? Een goed begin is het halve werk. Mijn naam is Casper Haan. Ik heb het voorrecht om assistent-voorganger te zijn in de lokale kerk waar ik dien. En een van de dingen waar ik heel gepassioneerd over ben is het uitleggen van Gods woord. Is het. Leren Bijbels denken aan mensen. Want Bijbels denken is iets wat ik nodig heb, maar dat is iets wat jij nodig hebt, wat u nodig hebt, wat iedere christen, ieder mens nodig heeft in dit leven. Bijbels denken is wat nodig is ook in deze tijd. Juist in deze tijd, waarin er zoveel dingen niet meer vast lijken te staan, niet meer vaststaan, moeten we juist leren vertrouwen op dat fundament van Gods woord. Bijbels denken. En dat is waar dit YouTube-kanaal op gericht is. Dat is wat ik Jullie willen leren waar ik in wil groeien en wat we samen nodig hebben. En zo ook voor het nieuwe jaar, voor dit nieuwe jaar. Um, we moeten daarin bepalen wat de juiste koers is voor het nieuwe jaar. En in een eerdere eerder video hebben we gekeken naar dat het goed is om terug te blikken op het afgelopen jaar. Maar het is net zo goed ook om het nieuwe jaar te beginnen met goede voornemens. En dit moeten niet goede voornemens zijn zoals je die in de wereld ziet, waarbij je vol goede moed begint en binnen een maand, binnen een paar dagen misschien al gestopt bent met die goede voornemens. We moeten goede voornemens ons voornemen, maar ons ook aanhouden die we lang kunnen volhouden. Dingen die goderend zijn, waar, waar we Gods leiding in kunnen zoeken, dingen die goed zijn. Voor ons, voor onze zielen. Um, de reden voor goede voornemens hoeft niet te zijn, moet niet per se zijn om af te vallen. En dat kan een hele goede reden zijn, of iets heel goed zijn om je voor te nemen. Gezonder eten kan ook iets heel goed zijn om je voor te nemen. Allebei die dingen kunnen goed of belangrijk zijn. Maar we moeten ons primair ten eerste richten op de dingen die God van ons vraagt. De dingen die we voor hem en door hem kunnen doen. En... We moeten dingen doen die naar zijn wil zijn, dingen naar zijn standaard. Want dat is <coughs> sorry, wat we nodig hebben voor het nieuwe jaar. God wil dat we, zoals elk jaar, ook dit jaar weer leven naar zijn wil. Dat is wat ons doel hoort te zijn. Het leven voor zijn glorie, voor zijn eer. En elk jaar hoort ons doel te zijn om dingen te doen die God blij maken, want dat is ook waar Jezus mee bezig was. Hij deed alleen de dingen die hij de vader zag doen. Hij deed alleen de dingen waartoe de vader hem leidde. Dat is wat wij horen te doen in het nieuwe jaar. Maar een specifiek voorbeeld hiervan zien we bijvoorbeeld in de Psalmen. Psalms 73, vers 23 tot en met 26. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots voor mijn hand, voor mijn hart, sorry, en voor eeuwig mijn deel. Wat 2022 ook gaat brengen, dit hoort ons perspectief te zijn. God in de hemel is de rots van ons hart, voor eeuwig ons deel. Wat er ook gebeurt, dat is wie hij is. Wat er ook op ons af gaat komen, dat is waar je op mag bouwen. In het nieuwe jaar is dit wie God is. In het nieuwe jaar is dit degene die jou wil helpen om Zijn wil te doen. En dat is voor wie wij ook horen te leven. Dat is voor wie ons leven geleefd hoort te worden in elk aspect. Zijn wil, dat is wat belangrijk is. En dat is waar we ons naar uit mogen strekken. Maar de vraag is dan: hoe vertaal je dit naar een goed voornemen voor 2022? Een Bijbels voornemen dat je kan toepassen in elke situatie van het leven. Nou, gelukkig geeft het woord van God ons hier, hier leiding in: leiding die we mogen vertalen in ons dagelijks leven. Haggai 2 vers 15 en 16 zegt het volgende: Toen antwoordde Hagai en zei: Zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, en zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere. Wat Hagai hier zegt is dat Israël bezig was met dingen die ze, waar ze niet mee bezig moesten zijn, maar dat ze dingen nalieten die God van ze vroeg. Maar als we even een stapje terug doen, want Haggai is niet het meest bekende boek uit de Bijbel. De profeet Haggai leefde in de tijd van Ezra, daar kan je over lezen. Bijvoorbeeld in Ezra 5 vers 1 en 2, daar wordt genoemd specifiek dat de profeet Haggai profeteerde. En hij was een profeet in de tijd dat Israël terugkwam uit ballingschap in Babel. En Israël had de opdracht van God gekregen sorry, om de tempel te herbouwen. God had Ezra en daar in het verlengde daarvan Israël de opdracht gegeven om de tempel te herbouwen, de plek van lofprijs en aanbidding, de plek van offeren en de plek van een relatie hebben met God. En dat is wat God hersteld wilde zien. Israël, die was in ballingschap gestuurd door God doordat ze zijn wet overtreden hadden. En nu bracht hij ze na 70 jaar in ballingschap gezeten te hebben, bracht hij ze terug. En dit is wat God wilde. Hij wilde dat de relatie hersteld werd. En vanuit het boek Leviticus weten we dat offeren een grote plek had in het hebben van een relatie met God. Israël moest heilig zijn, zoals God heilig is. En offeren, de offers die hij gegeven had, waren de weg om naar God toe te kunnen komen. Maar het probleem waar Israël tijdens de opdracht van God, het herbouwen van de tempel, tegenaan liep, was tegenstand. Ze liepen er tegenaan dat mensen een brief gingen schrijven naar de koning. De almachtige koning. De koning die alles voor het zeggen had in zijn rijk en Israël was een onderdeel van dat rijk. En de brief die men schreef was dat door het herbouwen van de tempel Israël in opstand zou gaan komen. Daar kan je over lezen. In Ezra hoofdstuk 4. En dat was een van de manieren waarop tegenstand richting Israël kwam. En in plaats van dat Israël dat aangreep als een reden om terug te rennen naar God en meer op God te vertrouwen, werden ze bang. Ze werden bang voor de vijand, voor alles wat hij zou kunnen bewerken. Ze gingen denken in wat als, wat als de koning dit hoort, wat nou als hij komt, wat nou als hij zijn leger stuurt en wat voor gedachten er ook door hun hoofd heen gingen. Maar ze werden bang en daardoor stopte zij met bouwen. En voor bijna twintig jaar leefde Israël in angst. En daarmee in ongehoorzaamheid aan God. Want God had hen opgedragen om de tempel te bouwen, maar Israël koos er uit angst voor om niet meer te luisteren naar God, maar om te stoppen met bouwen. Met zijn opdracht om de tempel te bouwen, droeg God ook op, aan Israël om hem te vertrouwen. Om te leven naar wie hij is, om te vertrouwen dat hij God is. En dat hij zal doen wat hij zegt. Dat hij hen zal leiden en helpen in de opdracht die hij hen gegeven heeft. Hudson Taylor, een uh, zendeling naar China in de jaren 1800, die heeft ooit gezegd: Where God guides, God provides. Waar God leidt, voorziet God ook. En dat is wat Israël niet voor zich zag, waarop ze niet vertrouwden. Ze zagen wel dat God hen leidde, maar ze waren niet overtuigd van het feit dat God hen ook zou ondersteunen en zou voorzien in wat ze nodig hadden. Israël gehoorzaamde niet. Ze luisterde meer naar hun gevoel en daarmee luisterden ze naar de vijand in de plaats van dat ze naar God luisterden. En dat kan ook jouw situatie zijn. Dat God hij, draagt ons allerlei dingen op in Zijn Woord. Misschien heeft God jou wel iets persoonlijks verteld wat hij van jou vraagt, wat in lijn is met zijn woord. Maar door het afgelopen jaar, door de periode waar we als land doorheen gaan, maar ook misschien waar jij persoonlijk doorheen gaat, kan er angst in jouw leven geslopen zijn, waardoor jij gestopt bent met de dingen doen die God van jou vraagt. Bang voor omstandigheden, bang voor wat als dit of dat gebeurt, bang voor alles wat er in de wereld rondgaat. Bang voor het verliezen van je baan, voor dit, voor dat, wat het ook is. Maar angst die jou leidt in de plaats van dat God jou leidt. Haggai herkende dit. Israël herkende dit, Ezra herkende dit. Dit was de tijd waarin Haggai profeteerde. Hij was door God gezonden als profeet om Gods volk weer aan het bouwen te krijgen. En Hagai is een van de weinige profeten in het Oude Testament die ook echt vrucht heeft gezien van zijn bediening. Want samen met Zachariah, ook nog een van die prachtige profeten in het Oude Testament, gaf hij de boodschap van God aan zijn door aan Israël en het volk luisterde. Na bijna twintig jaar kwam die boodschap en Israël luisterde en ging weer bouwen. Midden in de situatie waarin ze zaten, de bijzondere, bizarre situatie. Midden in de vraag en de mogelijke en de zeer zeker aanwezige angst. moest Israël teruggebracht worden bij God. Ze moesten teruggebracht worden bij wat God hen had gezegd. bij wie God is. Ze moesten teruggebracht worden bij de prioriteiten. zoals God die aan hen gegeven had. Niet zoals hun eigen denken die meegaven. En dat is ook. Voor jou en voor mij belangrijk, voor u en voor mij belangrijk, voor 2022. Dat we niet langer geleid worden door angst of door verkeerde prioriteiten, maar dat we de prioriteiten stellen zoals God ze stelt. En niet langer uit angst of door woorden van de vijand of door dingen van de wereld. Maar dat we geleid worden door God, dat we teruggebracht worden bij God, bij wie Hij is. En dat Hij hoger en beter en sterker is dan alles wat er op ons af kan komen. Dat is wat we nodig hebben voor dit jaar. We moeten herinnerd worden aan wat echt belangrijk is, aan wat echt nodig is. En we moeten gaan zien wie God is en herinnerd worden aan de liefdevolle opdrachten die Hij ons geeft. Als Zijn kerk, als Zijn kinderen. Want als we dat namelijk niet doen, als we daar niet bij terugkomen, bij God, bij Zijn opdrachten, bij Zijn liefde, als we onszelf daar niet aan herinneren. Dan lopen we de kans dezelfde fouten te maken als Israël. We lopen dan de kans dat we gaan stoppen met het werk dat God van ons gevraagd heeft, of dat we er al mee gestopt zijn, en dat we denken daar een hele goede reden voor te hebben. Maar laat dat nou net niet zijn wat God voor zijn kinderen heeft. 1 Johannes 4:18 zegt het volgende: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immer straf in en wie vreest is niet volmaakt in die liefde. Als christenen mogen en kunnen wij leven in Gods volmaakte liefde. Romeinen 8:15 leert dat wij Gods kinderen zijn. Leert dat wij aangenomen zijn, geadopteerd als Gods kinderen. En als zijn kinderen hoeven we niet te vrezen. We hoeven niet in angst te leven, we mogen juist in de vrijheid van Gods liefde leven. En daardoor geleid worden in elk aspect van elke dag. In alles wat er op ons afkomt, in alles wat er dit jaar nog gaat komen en ik weet het niet, maar God weet het. We mogen weten, jij mag weten, dat Gods liefde er is en dat dat beter is dan alles wat er op ons afkomt. We mogen herinnerd worden aan wie God is. En dat is de opdracht die Israël ook kreeg van Haggai. Herinnerd worden aan God en wat hij had gezegd. En dat is zo belangrijk ook voor 2022. Dat we herinnerd worden aan God. In Haggai 2, vers 15 en 16. Toen antwoordde Haggai en zei: Zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht. Spreekt de Heer, en zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heer. God herinnerde Israël eraan dat ze eerst bezig moesten zijn met het bouwen van de tempel, terwijl zij bezig waren met allerlei andere dingen, en daardoor werden zij onrein. Daardoor zei God, wat zij aanbieden, onrein is het. Zij waren niet bezig nu met het bouwen van Gods tempel, ze waren bezig met het bouwen van eigen dingen. Alles aan bouwen en verbouwen dat ze hadden gedaan voor de tempel af was, had niet zoveel opgeleverd als dat, als had gekund. En doordat hun prioriteiten niet goed stonden, handelden ze niet naar wat God voor hen had. Ze zagen de dingen van God als minder belangrijk dan de dingen van hun eigen wil of dan hun eigen noden. En Gods wil was het dat de relatie met Hem hersteld zou worden tussen Hem en Israël. En de manier was het herbouwen van de tempel zodat er weer geofferd kon worden, zodat God weer in, onder zijn volk kon zijn en dat zijn volk weer bij Hem kon komen. En Israël moest door hierop God te vertrouwen laten zien dat ze meer van God hielden dan van al het andere. En wat prachtig is. is dat Israël uiteindelijk luistert. Maar voordat ze luisteren, trekt God deze conclusie in Haggai 1 vers 2 tot en met 6. Zo spreekt de Heer van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen om het huis van de Heren te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heren door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel tijd om in uw vrij overdekte te huizen, huizen te wonen sorry, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de heer van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Israël had hun eigen huizen prachtig afgemaakt. Fraai overdekte huizen. Daar woonden zij in. Maar het huis van God op aarde. De tempel in Jeruzalem. Lag er kapot bij. De vijand vond het helemaal niet erg dat ze hun eigen huizen herbouwden. De vijand vond het niet erg dat ze gingen zaaien, dat ze gingen eten, drinken, zich kleden, dat er gewerkt werd. Dat vond de vijand helemaal niet erg, zolang er maar niet gebouwd werd aan het huis van God. En dat geldt vandaag de dag nog steeds. Israël deed dingen die logisch waren. Het was heel logisch, want zaaien eten en drinken, jezelf kleden, werken, dat hoort erbij. En voor de duidelijkheid, die dingen hebben een bijbelse plek in ons leven. In Thessalonicense staat er: wie niet werkt, zal niet eten. Dus het is goed om dit te doen. Het is goed om je in te zetten voor het werk dat je hebt. Maar Israël had deze dingen belangrijker gemaakt dan de opdracht die ze van God hadden gekregen. Namelijk het huis van de Heeren te herbouwen. Ze kwamen zelf tot de conclusie. De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heeren te herbouwen. Terwijl God had gezegd het is wel de tijd. God had gezegd: nu is de tijd en Israël zei: nee, nee eigenlijk niet. Nee, daar zijn we niet mee eens, God. U ziet dat toch echt verkeerd. En dat is waar God ze op aanspreekt. Dat is namelijk wat een probleem is. Dat is wat een issue is in hun leven. En dat is precies het gevaar dat wij lopen in 2022, door alles wat er om ons heen gebeurt, door de situatie van de wereld zoals die nu is en wat er allemaal nog ook gaat komen in het nieuwe jaar. Wij kunnen dingen gaan doen die op het eerste gezicht nuttig en goed zijn, maar die toch niet de juiste dingen zijn. Dingen die misschien nodig zijn om te overleven, maar niet de dingen die God het allerbelangrijkste vindt. Wij kunnen verzanden in goede in de plaats van in de juiste dingen. Want er zijn honderdduizend goede dingen om te doen, maar er zijn maar een paar juiste dingen om te doen. God droeg Hachaï op om met Israël te praten. Want Israël moest horen, herinnerd worden aan het feit dat de tempel herbouwd moest worden. Hachaï herhaalde de opdrachten die God al aan zijn volk gegeven had, hij zei niks nieuws. Maar soms moeten we herinnerd worden, vaak moeten we herinnerd worden, continu moeten we herinnerd worden aan de dingen die God zegt. God wilde dat zijn volk tijd maakte voor Hem. Dat ze weer gingen leven naar het verbond dat Hij met ze had. En dat verbond liep via de tempel, via de offers die alleen daar gebracht konden worden. Toewijding, vergeving, zonder herkenning, zonder erkenning, um, het erkennen en herkennen en juist diagnostiseren van bepaalde ziektes. Schuld en erkenning tussen mensen, zodat er uiteindelijk ook daar vergeving kon zijn, het liep via de tempel en de dienst van de levieten in de tempel. En dat is wat God terug wilde voor zijn volk. God wilde dat zijn volk weer leefde voor hem in de plaats van voor zichzelf. Hij wilde dat ze deden wat naar Zijn wil was, leefde naar Zijn wil, naar wie Hij was, naar Zijn standaard in de plaats van alles dat minder is dan dat. En dat is ook Gods wil voor jou en voor mij. Dit is geen ivoren torenpraat richting jou. Dit is ook mijn hart moet dit horen. Dit is Gods wil voor jou en voor mij in 2022. Dat we weer gaan doen, of doorgaan, of er voor het eerst voor kiezen. Ik weet niet wat jouw situatie precies is, maar om de dingen te doen naar zijn wil. Dat we gaan leven, opnieuw gaan leven naar wie hij is. En dat is het goede voornemen. Dat is wat de bijbelse opdracht is voor elke christen voor 2022. Dat we niet beginnen met de dingen van, van ons eigen onderhoud, maar dat we beginnen met het bouwen van de dingen van God. En ook wij horen prioriteiten te stellen in ons leven: bijbelse prioriteiten. We horen bijbels denken over alles toe te passen. En dat betekent dus ook bijbels denken over het aankomende jaar en welke dingen er belangrijk zijn in dat jaar. God maakt duidelijk door de profeet Haggai heen dat Hem dienen en Zijn wil doen belangrijker is dan de dingen die voor ons leven, levensonderhoud zorgen. En dat klinkt raar misschien tegenstrijdig. Hoe kan God zo denken? Hoe kan jij nou de haan dat zeggen? Want je denkt misschien: ik heb mijn levensonderhoud nodig om God te dienen. Maar dat is achterwaarts denken vanuit Gods perspectief. Je levensonderhoud begint bij God dienen, bij Hem kennen. Jezus zegt: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van de woorden van Gods mond even geparafraseerd. We zullen niet van brood leven, maar primair van de woorden van God en daardoorheen gaat hij ons leiden om de dingen te doen die naar zijn wil zijn. We horen te beginnen bij God en hem gehoorzaam te zijn. Dat is wat echt belangrijk is en dat is wat nodig is in dit nieuwe jaar. Haggai werd door God gebruikt om Israël terug te brengen bij de geestelijke dingen. En dat is wat er voor hen belangrijker moest zijn. Dan al het andere. God dienen, God eren, God de eer geven, dat is wat belangrijk moest zijn. En de tegenstand van de vijand was hiermee nog niet weg. De onzekerheid die kwam kijken bij hun situatie was waarschijnlijk ook nog aanwezig. En misschien zat er nog wel angst, diep gewortelde angst van bijna twintig jaar voor de vijand in hun harten. Maar toch zien we dat ze ervoor kozen nadat ze herinnerd werden aan. Gods opdracht, dat ze kozen om God opnieuw te gaan dienen. In Haggai 1, vers 13 en 14 staat dit. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere krachtens de boodschap van de Heere tot het volk: Ik ben met u, spreekt de Heer. Israël moest hieraan herinnerd worden en de reactie in vers 14: De Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Judah en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk, toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de heren van de legermachten hun God te doen. Israël moest hieraan herinnerd worden. Ik ben met u spreekt de heren. Ze moesten eraan herinnerd worden dat hij de heren van de legermachten is. Hoe groot de vijand ook is, God is groter. En daardoor vatten zij moed, daardoor werden zij geleid door de geest om weer te gaan doen wat naar Gods wil was. God sprak tot hun hart, tot hun harten en dit was het resultaat. Ze pakten de dingen weer op die van God zijn. Gods wil, Gods prioriteiten, Gods leiding werd weer zo belangrijk als nodig was. Gods volk deed weer naar Gods wil. In de plaats van naar hun eigen wil geleid door angst. De kerk bestaat uit Gods kinderen, nogmaals Romeinen 8:15. En ook wij horen te leven naar Gods wil en Gods leiding in alles. Voor ons hoort Gods wil belangrijker te zijn dan alle andere dingen. Voor ons hoort God dienen op de hoogste plek in onze prioriteitenlijst te staan. Onze dag, onze week, onze maand, ons jaar hoort te beginnen met Heer, hoe wilt u dat ik u dien? Want dat is wat echt belangrijk is. En door omstandigheden kan onze blik hierop vertroebeld zijn. Door omstandigheden kunnen we vergeten dat Hij God is, de Heer van de legermachten. Kunnen we vergeten dat Hij zegt, Ik ben met u. Dat kunnen we vergeten. Het afgelopen jaar met alles dat er gebeurd is. De dingen die jou overkomen zijn. Die mensen om jou heen overkomen zijn. De dingen die je in de wereld ziet. Alles stemmen. Alles wat er misschien zelfs ook wel in de kerk gezegd wordt. Het kan je apathisch het kan ervoor maken. Het kan ervoor zorgen dat je verstijft. In de plaats van dat je ziet dat de Heer zegt: Ik ben met u. En dat dat voor jou reden genoeg is om Hem te blijven dienen. Als jij andere prioriteiten hebt dan God stelt, is er een probleem in jouw leven. Want de kerk, het lichaam van Christus, gaat dan andere dingen doen dan het hoofd van de kerk, dan het hoofd van de kerk wil. En Colossenzen 1 vers 17 en 18 laat zien dat Jezus Christus het hoofd van de gemeente is. En als een lichaam iets anders doet dan dat het hoofd wil, dan is het lichaam ziek. Dan is er een disconnect tussen het hoofd en het lichaam. En dat is het geval wanneer de kerk andere dingen doet dan Christus voor haar heeft. En daarom doen wij, Christenen, doe jij, doe ik er goed aan om te luisteren naar de woorden van Hagai. En de geestelijke dingen de prioriteit te geven die het toekomt. Die God het geeft. Want geestelijke zaken zijn altijd belangrijker dan praktische zaken. Altijd. Uit het geestelijke, vlo geestelijke vloeit namelijk het praktische voort. Als het geestelijke niet op orde is, is het praktische ook niet op orde. In ieder geval niet zoals God wil dat het praktische op orde is. Zonder geestelijk fundament valt het praktische uiteindelijk om. En dat is waar de focus voor 2022 moet liggen. Het bouwen van het geestelijke. Zodat vanaf daar andere dingen kunnen komen, vanaf daar andere dingen, praktische zaken daarop gebouwd kunnen worden. God riep Israël op om de tempel te bouwen, zodat ze een relatie met Hem konden hebben en konden onderhouden. En dat is precies wat wij horen te doen in dit nieuwe jaar. Een goed begin is het halve werk. Begin dit jaar goed. Stel geestelijke prioriteiten in de plaats van wereldse prioriteiten. Zodat jij de vraag waar bouw jij aan dit jaar kan beantwoorden met geestelijke dingen. Maar ik weet dat ik tot nu toe in relatieve vaagheden gepraat heb. Geestelijke dingen, nou wat is dat? Nou, ik wil daarom een aantal punten met jullie gaan kijken. Of gaan behandelen over wat het woord zegt dat we horen te doen om geestelijke dingen te bouwen. De eerste is: zoek eerst Gods koninkrijk. Jezus zegt in Matthäus 6:33: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Jezus spreekt hier. Wanneer hij zegt over al deze dingen, over allerlei praktische dingen: eten, drinken, kleding, allerlei dingen. Maar hij zegt: zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat is waar we dit jaar prioriteit aan moeten geven. Jezus zelf riep zijn discipelen hier vanaf het begin toe op. Hij gaf ze dit voorbeeld en dit is wat echt belangrijk is. Dit is wat jou hoort te leiden dit jaar: het Koninkrijk van God zoeken. Gods koninkrijk zoeken, Zijn aanwezigheid zoeken, dat is wat wij nodig hebben. Bijbelcommentator Warren Weersby heeft het volgende gezegd: Om over materiële dingen je zorgen te maken, is om als de heiden te leven. Als we Gods wil en Gods rechtvaardigheid op de eerste plek in onze leven zetten, zal Hij voor de overige dingen zorgen. Wat een getuigenis is het. Naar de wereld als een christen Matthäus 6:33 durft te leven. Wat een tragedie is het als zoveel van ons falen in het uitoefenen hiervan. Einde citaat. Voor de duidelijkheid: het is heel makkelijk om het intellectueel in je hoofd eens te zijn met Matthäus 6:33. Het is heel makkelijk om te zeggen: ja, topvers, mooi, geweldig, zouden we moeten doen, moeten we doen, wil ik doen. Maar het is een stuk lastiger om het ook echt te gaan leven. Vaak vinden we dingen mooi die er in het woord staan, maar vinden we het een heel ander verhaal om daarnaar te handelen. Maar juist in deze tijd, juist in de laatste dagen, zoals deze dagen omschreven worden, horen wij te leven naar Gods Woord. We kunnen niet langer dingen mooi en goed vinden die in het woord staan, maar we moeten hier echt naar gaan leven. En praktisch gezien betekent het dat je God mag vragen om zijn dingen belangrijker te vinden dan de dingen van de wereld. Praktisch gezien betekent het dat jij zoekt naar Heer, hoe mag ik deze dag leven voor uw koninkrijk in de plaats van voor de dingen van deze wereld? Het betekent dat je meer bezig bent met de dingen van eeuwigheidswaarde dan iets anders. Dus als jij een belletje krijgt van iemand die vraagt om af te spreken terwijl jij moe bent of terwijl jij misschien iets anders gepland had, iemand die je wil bellen met een vraag of iemand die iets van je wil weten over de Bijbel, dat je dat prioriteit geeft. Dat je gaat zoeken, Heer, hoe mag ik iemand dienen in mijn omgeving die u nog niet kent? Hoe mag ik mijn broeders en zusters in de gemeente dienen? Hoe mag ik hen laten zien wie u bent? Het gaat erom dat je Gods Woord en wat daarin staat belangrijker vindt dan al het andere. Je leven moet geleid worden door wat Gods Woord zegt. Bijbels denken over alles en in alles. En dat is wat echt belangrijk is. Dat is wat de mens moet horen en dat is waar we naar horen te leven. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus onderzoek je hart. Ga de komende tijd met God aan de slag. En vraag Hem of er dingen zijn in jouw hart die jij eerder zoekt dan Gods koninkrijk. Dingen die jij belangrijker vindt dan Hem. Vraag aan Hem om te laten zien aan jou wat Hij voor jouw leven heeft, zodat je daarnaar kan gaan leven. Dien Hem, zoek Hem, doe wat Zijn woord zegt. Dat is wat je nodig hebt om het geestelijke fundament te bouwen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Wat is nog iets dat je nodig hebt om je geestelijke fundament te bouwen, om een goed begin is het halve werk praktisch te maken? Breng tijd met God door. Over Jezus staat er in Marcus 1,35. S'morgens vroeg, nog diep in de nacht stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Als je naar de context kijkt, als je een stukje terugleest in Marcus, dan weet je dat Jezus hier Iets doet wat men gezien heeft. Dan weet je dat Hij iets doet na een hele lange dag. Ooggetuigen zagen hem wakker worden nadat Jezus een ontzettend lange dag erop had zitten, waarin Hij mensen genas, waarin Hij mensen van heinden en verre op zich afzag komen, waarin Hij onderwezen heeft, waarin Hij mensen gediend heeft, zijn hart uitgestort heeft. Hij zal kapot geweest zijn en toch. Nog diep in de nacht stond hij op, ging naar buiten, begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Jezus was een mens. Hij was God en mens in één, maar hij was zeker mens. Hij had de beperkte energie van een mens. En daarom is het des te belangrijker dat we zien dat hij de keuze maakt om tijd met God door te brengen. Jezus vond tijd met God belangrijker dan slaap. Jezus vond tijd. Met God belangrijker dan iets dat zijn lichaam nodig had. Hij was bereid om zijn lichaam iets te onthouden, zodat hij tijd met God had. En hoe belangrijk en nodig slaap ook voor hem was, want we zien niet dat Jezus een soort supermens is die nooit sliep. Nee, hij sliep gewoon. Je ziet dat hij midden in die storm op een gegeven moment in die boot ligt te slapen, omdat hij zo moe was. Maar Jezus koos er ook voor om slaap niet belangrijker te vinden dan tijd met God. En zo horen onze prioriteiten ook te liggen. Tijd met God boven alles. Dat moet onze leven sturen. Jouw leven moet daardoor gestuurd worden. Want daardoorheen zal je ook Gods Koninkrijk zoeken. Tijd met God gaat voor alles en het mag je ook iets kosten. Het kostte Jezus slaap om tijd met God te hebben. Mag tijd met God jouw slaap kosten of mag dat niet? Jezus stond vroeg op om te gaan bidden. En dat is het eerste waar je tijd met God voor nodig hebt. Jezus spendeerde tijd met God in gebed. Hij vond het belangrijk om zijn leven biddend door te brengen. En voor hem was gebed meer dan alleen vertellen wat er door hem heen ging: het was meer dan dingen vragen aan God. Gebed was voor hem zijn relatie met God onderhouden. We zien dat hij continu terugkwam bij gebed. Zijn discipelen vroegen hem ook niet: leer ons alstublieft uw woord lezen, of leer ons het Oude Testament lezen. Zijn discipelen vroegen: leer ons bidden. Zo belangrijk was gebed voor Jezus dat de ooggetuigen van zijn leven wilden weten: wat, wat doet u in gebed? Hoe werkt dat gebed zoals u het doet? Gebed viel op aan zijn leven, aan de dingen die hij deed. En zo hoort het ook bij ons te zijn. Tijd met God doorbrengen in gebed moet een gewoonte zijn. Het moet iets zijn dat opvalt aan jou. En voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om bidden, om gezien te worden. Maar het gaat erom dat jij de waarde van gebed inziet en daardoor ook. Tijd in gebed spendeert. Je brengt alle dingen continu bij God, of er nou anderen bij zijn of niet. Je biedt aan om in situaties te bidden, ook als er niet-gelovigen bij zijn. Je biedt gelovigen en niet-gelovigen aan om voor hen te bidden. En als jij zegt, ik zal voor je bidden, dan doe je dat ook. Je ziet dan in dat gebed de motor van je dag is. Charles Spurgeon heeft gebed de motor van de kerk genoemd. En je ziet in dat gebed jou overeind zal houden gedurende de dag. Dit is een besef dat alleen God je kan geven. Jezus deed, ja, nogmaals herinner je dat, Jezus deed alleen wat de Vader hem opdroeg. Dit is dus een geestelijke prioriteit waarin alleen God je kan leiden. Want deze keuze is namelijk niet makkelijk of logisch, want je lichaam kan schreeuwen om slaap. En toch kan het de wijze keuze zijn om op tijd op te staan om te bidden. Dit is het voorbeeld dat Jezus ons gaf. Tijd doorbrengen met God in gebed. We moeten ook tijd doorbrengen met God in het woord. Psalm 119, vers 103 zegt, hoe zoet zijn uw woorden voor mijn geheim, zoeter dan honing voor mijn mond. Net als gebed belangrijk voor ons hoort te zijn, hoort ook Gods woord een primaire plek in ons leven te hebben. Zeker als we zijn kinderen zijn. Gods woord is zijn instructie, zijn uiting van liefde, zijn richtlijn en zijn hulp voor ons. En hij heeft ons een brief uit de hemel gegeven om ons te helpen in het dagelijks leven. We weten dat we door Gods woord heen God zelf leren kennen. Weten we uit Johannes 1 vers 1 en Johannes 1 14. We weten dat God zichtbaar is door de woorden van het woord, door de pagina's van het woord, de hoofdstukken, de boeken. We zien een geheel Waarin God zijn verhaal vertelt. We zien de details waarin we God beter leren kennen. En we zien door elke verhaallijn heen, zien we Jezus Christus. En leren we Hem kennen. Dat is wat we nodig hebben en vooral wie we nodig hebben. God zelf is wie we leren kennen door het Woord heen. En daarom hebben we tijd met God doorbrengen in het Woord nodig. Als jij dit jaar goed de juiste dingen wil bouwen. Dan is het belangrijk om te beginnen met tijd met God spenderen in gebed en in het woord. Want Gods woord is wat nuttig is om ons te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Zoals 2 Timotheus 3, 16, 17 zegt. Gods woord is nodig om ons klaar te maken voor elk goed werk toegerust. Dat is waar Gods woord voor nodig is. En als Gods kinderen hebben we dat elke dag nodig. En is dat iets dat er in. Onze harten moet gebeuren van dag tot dag. Dit is niet een eenmalige um, onderhoudsbeurt of zo. Dit is iets dat je elke dag nodig hebt om opnieuw teruggebracht te worden bij God en bij Zijn Woord. Want als je dit dagelijks doet, dan zal God door Zijn Woord heen dagelijks de overleggingen en gedachten van je hart oordelen (Hebreïers 4:12). Hij wil je leren wat wijsheid is, zoals je bijvoorbeeld door het boek Spreuken heen kan leren. Hij wil zijn liefde, of hij wil liefde voor zijn woord in jouw hart leggen, Psalm 119. En hij wil dat dat woord je zalig of gelukkig maakt, Psalm 1. En dat zijn slechts een paar voorbeelden van wat het woord doet. Maar als christen kan jij niet zonder het lezen van Gods woord. Dat is wat je geestelijk overeind houdt. Dat is wat dat fundament legt. Waardoor je ook weet waarvoor je moet bidden, wat je moet bidden. Dan weet je wat Gods koninkrijk is en kan je dat gaan leren kennen. Dan weet je welke dingen wel en niet naar Gods wil zijn als het aankomt op dienen. Dit is wat je overeind houdt in de dagelijkse geestelijke strijd. Dat zie je bijvoorbeeld in Lucas 4, wanneer Jezus strijdt met de, met de Satan, zegt hij: er staat geschreven. Uit de 6 weten we dat het zwaard Gods woord is. Gods woord is nodig elke dag. Dus tijd met God is van ongelooflijk belang in dit nieuwe jaar. Het wordt ook steeds belangrijker omdat de wereld steeds verder afdraait van God. De wereld wordt steeds goddelozer. Wij christenen, jij christen moet je vasthouden aan het woord van God. Dat is wat vaste grond is waar je op kan staan. En om staande te blijven in deze goddeloze wereld is tijd met God van kritiek belang. Tijd in gebed, tijd in het woord, het is nodig om overeind te blijven. Zonder dat zal jij vallen. Dus bouw aan het geestelijke fundament. Zorg alsjeblieft dat jij dit jaar bouwt aan de geestelijke dingen. Derde en laatste punt van wat goed is om aan te bouwen aan geestelijke dingen. Het derde punt van wat goed is om een goed begin is het halve werk, een begin aan te maken is tijd met christenen doorbrengen. Hebreeën 10:25 laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Hagai had het over geestelijke discipline, over het bouwen van Gods werk, over het prioriteren van de dingen van God. Met andere christenen samenkomen is daar een ongelooflijk belangrijk onderdeel van. Dat is wat we zien in handelingen, ook onder grote onderdrukking. We zien dat de christenen dan toch samen bleven komen. uit de kerkgeschiedenis weten we dat zelfs onder de onderdrukking van keizer Nero, die de christenen verbrandde, en vermoordde en allerlei vreselijke dingen deed, de christenen bleven samenkomen. Wij kunnen niet zonder samenkomen met broeders en zusters. We horen samen te komen. We horen elkaar op te zoeken. We horen richting elkaar te handelen, zoals het woord ons voorschrijft. De elkaar-versen in de Bijbel. En de keuze om dit te doen, samenkomen, zowel op de zondag als op andere momenten, moet voor ons een no-brainer zijn. Het moet iets normaals zijn, het moet iets zijn waar we voor kiezen elke keer weer. Want dit is wat Gods Woord ons opdraagt. Het moet een van de meest logische en makkelijke keuzes zijn die we kunnen maken, omdat Gods Woord het zegt ongeacht wat de wereld zegt, wat de overheid zegt, wat je buren vinden, wat misschien zelfs andere christenen vinden, wat men neerzet als slim of niet, het maakt niet uit. Samenkomen met je broeders en zusters is van geestelijk belang. En voor de duidelijkheid hoe dankbaar ik ook ben voor online kanalen zoals YouTube voordat dingen gelivestreamd kunnen worden aan kerken. Een livestream dienst is niet kerk zijn. Wat ik daarmee wil zeggen is als jij denkt ik ga naar de kerk want ik kijk een livestream dan hou je jezelf voor de gek. Dat is niet naar de kerk gaan, dat is niet de fellowship, die relatie hebben zoals God die omschrijft voor christenen. Je moet fysiek bij elkaar zijn om samen te kunnen lachen, samen te kunnen huilen, elkaars lasten te dragen, met elkaar te kunnen bidden en al die dingen. Je kan een deel daarvan misschien namaken digitaal maar je kan het nooit volledig hebben tenzij je fysiek bij elkaar aanwezig bent. Daarom is samenkomen zo ongelooflijk belangrijk. Want samen bouw je elkaar op, 1 Thessalonicenzen 5:11. Samen corrigeer je elkaar, Galaten 6:1. Je hebt elkaar lief, Johannes 13:34. En dat is wat we nodig hebben en alle overige elkaar versen. Dat hebben we nodig. Specifiek ook volgens Hebreeë 10, 25, zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Nou, het einde komt snel dichterbij. En dat merk je aan alles wat er in de wereld gebeurt. Het is, op, het is wachten op de opname van de kerk. Het is wachten op de opname. Maar tot dat moment daar is, moeten wij samen blijven komen. Moeten wij trouw blijven aan het woord. We moeten trouw blijven aan de opdracht die God via Hachai aan jou en aan mij geeft, namelijk het bouwen van de bouwwerken van God. Juist in de laatste dagen moeten we ervoor kiezen om samen te blijven komen, om God boven alles gehoorzaam te zijn. Juist nu moeten we ervoor blijven kiezen om eerst te bouwen aan de geestelijke dingen die God voor ons heeft, zodat we met dat als basis ook voor de dingen kunnen kiezen die ons leven on levensonderhoud geven. Dus christen, broeder, zuster, tijd met andere christenen is van levensbelang voor, jou, voor jouw geestelijke gezondheid, voor jouw christen zijn. We worden omschreven als schapen in Johannes 10 en op meerdere plekken door het woord heen. Een eenzaam schaap is een doodschaap, want dat schaap die is zo ongelooflijk makkelijk te pakken door de vijand. Daarom zijn we aan elkaar gegeven. Om die kudde te zijn die dicht bij de herder blijft, bij Jezus Christus. Wij horen samen te komen als schapen in die kudde. Om samen ook naar de Heer Jezus te rennen. Dat is wat jij nodig hebt in dit nieuwe jaar. Dat is wat jij nodig hebt om dat fundament te bouwen. Om te bouwen aan die bouwwerken van Jezus Christus. De bouwwerken van God. En een goed begin is hierin het halve werk. Bouwen op Gods manier, op Gods tijd op zijn tempo aan de dingen die hij wil waar je aan bouwt. Dus waar bouw jij aan dit jaar? Nieuw jaar is begonnen, laten we dit jaar dan ook gebruiken om de dingen te bouwen die God wil dat we bouwen. Laten we dit jaar gebruiken om het juiste fundament te leggen, maar ook de juiste bouwwerken daarop te zetten. Nogmaals een goed begin is het halve werk. God roept ons op via de profeet Haggai om ten eerste bezig te zijn met het bouwen van de geestelijke dingen. En dat moet ons prioriteit hebben boven al het andere. Dat is wat nodig is in deze tijd. Dat is wat jouw hart nodig heeft in deze tijd. Dat is wat jouw hart richting een ander nodig heeft in deze tijd. Het is nodig dat jij eerst het koninkrijk van God zoekt. Het is nodig dat jij tijd met God doorbrengt in woord en in gebed. En het is nodig dat jij tijd doorbrengt met broeders en zusters om dat fundament te bouwen. Wat nodig is. En dat moet je voor alle andere dingen doen. Dat moet prioriteit hebben boven alles in jouw leven. Dus zoek jij eerst het koninkrijk van God. Zijn jouw prioriteiten hetzelfde als die van God? Of zoek jij eerst iets anders? Spendeer jij tijd met God in gebed en in het woord? Mag het jouw slaap kosten om die dingen te kunnen doen? Of vind jij iets anders belangrijker? En breng jij tijd door met andere christenen. Maak jij hier ongeacht andere dingen tijd voor? Of kies jij voor iets anders? Gods opdracht is duidelijk: bouw geestelijke dingen eerst. En daarna komen de praktische dingen. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u voor de Profeet Hachai, dank u wel dat zijn bediening en de woorden die u door hem heen gesproken hebt nog zo waar zijn voor vandaag de dag. Dank u wel dat er geen woord nutteloos is. Heere, spreek tot onze harten, laat ons zien waar onze prioriteiten liggen en of die kloppen met wat u vindt dat prioriteit heeft. Help ons om te leven naar wie u bent, om te bouwen het fundament en het bouwwerk dat naar uw wil is. Het geestelijke eerst en daarna ons ook richten op de praktische dingen. Heer, help ons om eerst het koninkrijk te zoeken, om tijd met U door te brengen in gebed en in het Woord, om tijd met Christenen door te brengen. Help ons om op basis van die dingen, Heer, ook ons werk goed te doen, om onze gezinnen lief te hebben, om uit te reiken naar de wereld. Maar help ons om onze geestelijke prioriteiten juist te hebben. Help ons om dit nieuwe jaar goed te beginnen. Help ons om te bouwen aan de dingen die U wil dat we bouwen. Leid ons, heilig ons, doe Uw wil in en door ons heen. En we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Jacobus 1.22 zegt: Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Wees een dader van het Woord dit nieuwe jaar. Bouw aan de dingen van God. Sta op Zijn Woord. Zoek eerst zijn koninkrijk. Spendeer tijd met hem. Spendeer tijd met andere christenen. En doe dat om de geestelijke dingen te bouwen die God voor jou heeft. Als je deze video's goed vindt, als je het ermee eens bent, als je denkt dat het Bijbel getrouw is, klik op de like button, subscribe of schrijf je in voor, de, voor dit kanaal. Klik op dat belletje zodat je meldingen krijgt. Raad het ook aan aan anderen, want hoe meer mensen we kunnen bereiken met het woord van God, hoe beter. Want het doel is en blijft om meer en meer mensen te helpen om bijbels te denken over en in alles.